FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sligro Purmerend. FC Volendam speelt vrijdag 1 februari om 8 uur de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Wat zijn volgens de koning de kwaliteiten van deze ploeg? Nou ja, weet je, ze hebben natuurlijk niet alleen Drenthe met Veldwijk, dat zijn jongens met heel veel ervaring. Maar Davy Soklu met Rahi, dat zijn de individuele kwaliteiten met zeer veel technische vaardigheden. En het is natuurlijk best wel lastig, want ze hebben met 5 mensen achterop. En dan de broertjes Duarte centraal op het middenveld, die zijn heel trouw. Dus ze krijgen niet zoveel goals tegen. En dus wij moeten proberen toch daar doorheen te gaan voetballen aanstaande vrijdag. En dan met elkaar kijken weer wat we kunnen doen tegen deze ploeg die echt wel volwassen is. Is hij van plan om wat te gaan veranderen aan zijn ploeg ten opzichte van de wedstrijd tegen Jong Ajax? Nou ja, zover Daryl Bailey moeten we even afwachten. Die is natuurlijk geblesseerd geraakt in de wedstrijd. Die is op aan het trainen weer en kijken hoe dat herstelt. Marco Tolles is weer, die heeft die plaats op ingenomen. Dus dat was prettig dat we die achter de hand hadden. Ja, en voorop moeten we nog eens even kijken hoe we dat weer verder in gaan vullen. En was hij tevreden over zijn nieuwe spits tegen Jong Ajax? Nou, het was lastig voor hem, hè, want het waren 2 goede jongens. Dus we moeten ook gewoon kijken. Niet te snel oordelen over 1 wedstrijd. Het gevoel van de trainingen is wel zo dat hij daarin wel heel erg goed zijn ding kan doen. En ik denk dat hij daar ook wel in past in het systeem met het voetballen. Maar oké, het is een open boek voor iedereen. Want we hebben een x-aantal jongens. Cas Peters zit nog met een blessure. We hebben met Enzo Stro, die zat niet bij de selectie. Maar deze week is hij ook aardig aan het trainen. Ik kijk naar Thijen, die altijd wat in kan vullen. Dus daarin hebben we keuzes. Maar we hopen een keer dat we daar een vaste keuze in kunnen maken. Kaarten voor de wedstrijd FC Volendam Sparta Rotterdam zijn te koop via www.fcvolendamtickets.nl. Of op de wedstrijddag aan de stadionkassa.